weten allemaal hoe het werkt bij de Volkswagen Groep. Heel veel verschillende merken, heel veel verschillende modellen. Het ene merk staat wat hoger in de pickorder dan het andere merk. Maar waar het eigenlijk simpel gezegd op neerkomt is... heel veel onderhuidse techniek wordt gedeeld en daar gaat dan per merk een ander koetswerk overheen. Alleen valt het niet altijd mee om nou te bepalen hoe dat zich onderling allemaal verhoudt. Laten we proberen wat duidelijkheid te scheppen. Dit is de Skoda Karoq, een SUV in de middenklasse. Het is het kleine broertje van de Kodiaq en de geestelijke opvolger van de Yeti en de Roomster. Qua formaat kun je hem vergelijken met de Volkswagen Tiguan, maar misschien nog wel meer met de Seat ATK. En over die ATK gesproken, eigenlijk is dit gewoon de ATK van Skoda. Kijk eens naar deze portieren. Krek eender met de ATK. En ook de achterklep is eigenlijk precies hetzelfde. Iets andere achterlichten, maar toch wel heel erg ATK. En ja, persoonlijk vind ik dat wel een beetje jammer. Het is een beetje gemakkelijk. Auto's rollen ook uit dezelfde fabriek. Dus ja, er valt wat voor te zeggen. Vast iets met kostenefficiëntie. Dus waar je deze Karoq kunt onderscheiden van een Seat ATK, is eigenlijk gewoon het front en de kont. De wielbasis van de Karoq is identiek aan die van de Seat ATK en dat betekent dat ook de binnenruimte nagenoeg hetzelfde is. Voor de achterpassagiers betekent dat, nou, voldoende beenruimte, niet meer dan dat. Ik zit nu achter mezelf en dan, nou, hou ik weinig ruimte voor mijn knieën over, maar het is voldoende. Hoofdruimte is prima, maar wat de Karoq dan weer onderscheidt van die ATK zijn deze stoelen, het zogenaamde VarioFlex systeem. Nou, wat houdt dat VarioFlex systeem in? Dat betekent dat je tegen meerprijs deze drie losse stoelen achterin krijgt in plaats van een normale neerklapbare achterbank. De leuningen van die stoelen die kun je naar voren klappen. Je kunt vervolgens de hele stoel kantelen, maar je kunt die stoelen er ook uithalen. En daarmee groeit de achterbak van 521 liter, wat die normaal is, tot een zeer riante 1810 liter. Binnen de Volkswagen Groep was Skoda als laatste aan de beurt voor de compacte SUV. En ze zullen in Tsjechië maar wat blij zijn dat ze er nu eindelijk eentje hebben. Want dit segment is natuurlijk gewoon razend populair. Als je geen compacte SUV in je programma hebt, dan tel je simpelweg eigenlijk niet mee. Maar goed, hoe kun je je als Skoda zijnde nou een beetje onderscheiden van de rest van je concerngenoten? Behalve met een ander front en een andere kont. Nou, door een ander dashboard te monteren bijvoorbeeld. Het is natuurlijk gewoon een typisch Skoda dashboard. Wijkt af van dat van de Seat ATK. Dat staat wat meer naar je toegericht. Dit is allemaal wat meer recht toe recht aan. Zoals je van Skoda gewend bent. Super spannend is het allemaal niet. Materialen zijn gewoon prima in orde. Misschien een tandje minder dan bij de Volkswagen Tiguan. Maar goed, die is dan ook gewoon duurder. Maar het belangrijkste, alles zit erop en eraan. En ergonomisch valt er heel weinig op af te dingen. Ik zei het in het begin al, binnen de Volkswagen Groep heb je een bepaalde hiërarchie. Bij de volumemerken staat Audi bovenaan. Dan krijg je Volkswagen en dan krijg je Seat en Skoda. En die laatste twee die moeten altijd een beetje knokken om de innovaties die Volkswagen en Audi al hebben. En in het geval van het digitale instrumentarium is de winst tussen Seat en Skoda gegaan naar Skoda. Want op deze Karoq kun je zo'n digitaal instrumentarium al bestellen en bij de Seat ATK nog niet. Komt ongetwijfeld wel, maar de Karoq heeft hem als eerste. Skoda die koop je doorgaans niet om zijn sportieve rij-eigenschappen, maar juist wel om zijn comfortabele rij-eigenschappen. Want binnen die Volkswagen Groep, waar we het inmiddels al een paar keer over hebben gehad, is Skoda wel het merk wat doorgaans de meest comfortabele modellen bouwt. Zeker als je het vergelijkt met Seat. Dat is het sportieve broertje. Want sportief, dat is deze Karoq allerminst. Comfortabel, juist weer wel. De vering is echt behoorlijk soepel. Dan merk je goed op deze toch niet al te beste wegen op Sicilië, waardoor je wel goed kunt voelen wat zo'n onderstel doet. En dat zeg ik, vering behoorlijk comfortabel, daar moet natuurlijk wel een beetje stevige demping tegenover staan, want anders gaat dat koetswerk alle kanten op. Nou, dat is best wel mooi in balans, richting comfort dus, en dat is eigenlijk precies waar je een Skoda voor koopt. Kun je uiteraard tegen meerprijs nog kiezen voor verschillende rijmodi, eco, normaal of sport.
dat doet eigenlijk niks met de demping. Dus het onderstel, daar verandert niks aan. Dat wordt niet harder of zachter. Maar het heeft meer te maken met de gaspedaalrespons. De reacties van de bak. Die worden in de sportstand wat feller. En in de normale of eco-stand zijn ze eigenlijk behoorlijk gezapig. Dan moet je echt even doortrappen op het gaspedaal. Wil je enige reactie krijgen. En dat gaat dan... Het gaat wel, maar het gaat niet van harte. Dus wil je een beetje pit in zo'n karok hebben... dan moet je hem echt wel weer op de sportstand zetten. Nou, en ik bouw het ene bruggetje naar het andere. Want over pit gesproken, de motoren. We trappen af met een 1.0 TSI van 85 kW. Dat is 115 pk. Dat is de instapmotor. Ik zit nu in de 1.5 TSI met cilinderuitschakeling. Die motor levert 150 pk. Die cilinderuitschakeling, daar merk je eigenlijk nagenoeg niks van. En die 150 pk, die is behoorlijk adequaat voor deze auto. Sterker nog, ik heb af en toe gewoon last van wielspin. Zeker op deze slechte wegen heeft hij soms moeite om tractie te vinden. Dus ja, die 150 pk, daar kan hij uitstekend mee uit de voeten. En dat is ook precies de versie waar Skoda in Nederland het meeste van verwacht. Wil je toch liever dieselen? Dat kan ook. Er is een 1.6 beschikbaar en twee 2 liter TDI's. Tot slot, wat voegt deze Karoq toe aan een segment dat al behoorlijk vol is? Ja, voor Skoda zelf is het natuurlijk heel prettig dat ze eindelijk ook een compacte SUV hebben. Maar waarin blinkt de Karoq uit? Nou, eigenlijk nergens echt in. Typisch Skoda wat dat betreft. Maar zoek je nou een compacte SUV met veel praktische bruikbaarheid, dan moet je zo'n VarioFlex achterbanksysteem kopen. Dan heb je gewoon heel erg veel bagageruimte. Waar die ook in uitblinkt, in een bepaald opzicht, is zijn comfort. In dit segment is het gewoon een van de meest comfortabele SUV's die je kunt kopen. Dus hou je daarvan, past dat bij je rijstijl, dan is zo'n Karoq wellicht wat voor jou. En de prijs? Ja, er waren tijden dat je Skoda's echt kocht voor hun prijs. Een echte veel voor weinig auto. Nou, die tijden die zijn wel voorbij. Prijspakker is Skoda gewoon niet meer, maar ze zijn nog steeds wel gunstig geprijsd. Het opvallende is alleen wel, als je deze Karoq vergelijkt met de ATK van Seat, de basisprijs van die ATK ligt lager dan van deze Karoq. En dat heeft weer te maken met het feit dat we in deze Karoq niet instappen in het Active uitrustingsniveau, normaal gesproken bij Skoda het geval, maar bij de Ambition, dus één treetje hoger. 28.990 is nu de basisprijs voor deze Karoq met 1.0 TSI motor. Ja, en mocht die €28.990 je nou bekend voorkomen, dat getal, als jij toevallig Skoda prijslijsten uitpluist voor je hobby. Het is namelijk precies de prijs van de Skoda Kodiaq, dus de grotere broer van deze Karoq. Dus je krijgt voor hetzelfde geld krijg je meer auto. Moet je natuurlijk maar net op zitten te wachten, want het brengt ook hogere kosten met zich mee. Maar toch, opvallend is het wel. Dus een echte prijspakker is deze Karoq niet. Het is nog steeds wel een Skoda die gewoon no-nonsense is, praktisch is, veel waar voor je geld biedt en eigenlijk verder nergens in uitblinkt. Maar dat is ook een kwaliteit.